Wanneer je Bergen op Zoom binnenkomt rijden vanuit het zuiden, dan is het opvallend dat er zoveel afscheidingen, muurtjes zijn, die zijn opgebouwd uit losse keien, uit stenen. Daar is een speciale benaming voor die ons nou zo 1, 2, 3 niet te binnen schiet. Maar Bergen op Zoom, dat lijkt zo langzamerhand de stad van de stenen muren te worden. En we staan hier in het zuiden bij het Schaliehoefplein en we kijken zo richting de Bergse Plaat. En dan zien we hier een hele prachtige muur, mooi opgebouwd, maar dit is niet de enige. We gaan eens verder kijken en dan zullen we merken dat we natuurlijk hier steeds meer van dit soort muurtjes tegenkomen. Waardoor je zou kunnen zeggen dat Bergen op Zoom ook wel genoemd zou kunnen worden de stad van de stenen muurtjes.
Nederland, in het gebied in de buurt van de Zeeland. En ook hier treffen we weer de befaamde, bekende Bergse muren aan. We noemen het maar Bergse muren, want ze zullen waarschijnlijk ook wel elders in het land worden gebruikt. Maar in Bergen op Zoom is het toch wel opvallend dat er zoveel gebruik wordt gemaakt van deze manier van afscheiding, van omheining, van vermuring. Dit is nog een maagdelijk terrein, dat is onlangs pas ontwikkeld, geëgaliseerd en is min of meer bouwrijp, denken we. Dus nu is de kwestie van of er nog huizenbezitters, of huizenbezitters niet, maar laten we zeggen mensen zijn die van plan zijn om een nieuw huis te bouwen en daar geld voor hebben natuurlijk, dat hier willen gaan doen. Ze kunnen alvast verzekerd zijn van een goede stevige muur.